als ik mensen alleen maar pijn kan doen, dan kan ik er maar beter gewoon helemaal niet zijn. Want dan kan ik ze in ieder geval niet meer opnieuw raken. Het hele boel blokkeert gewoon ergens. Wil ik gewoon doorgaan met eten. Aan de andere kant scheelt ook alles nu gewoon om te stoppen. Ik vind het vooral heel naar om te gaan liegen tegen de mensen van wie ik echt hou. Ik merk zelf gewoon dat het niet meer gaat. De bloeddruk is gewoon gevaarlijk laag eigenlijk, volgens de huisarts. Het is soms wel eens beangstigend. Aangrijpend om te zien. Omdat je iemand ziet die wilt, maar gewoon niet kan. Ik ben mezelf ook kwijt. Het enige wat ik nog kan verliezen is mijn eetstoornis. Ik heb eigenlijk niks te verliezen. In je leven?